Hallo, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik heb weer een aantal nieuwe filmpjes opgenomen met tips over het publiek. Ja, het publiek is heel belangrijk en veel mensen vinden het soms lastig om voor het publiek te staan. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus ik ga je een paar tips geven waardoor jij je hopelijk meer op je gemak voelt als jij voor het publiek staat. Als je deze tips volgt, als je hieraan denkt, zal het een stuk makkelijker worden om je verhaal te vertellen aan een groter publiek. Veel plezier, veel succes met de tips. En hier is tip nummer 5. Je bent aan het vertellen aan je publiek en je weet niet zo goed hoe je contact moet maken. Nou ja, niet zo goed. De meeste mensen weten het wel. De makkelijkste manier om contact te maken is rondkijken. Rondkijken en naar die persoon vertellen en naar die persoon vertellen. En daarachter is ook nog iemand waar je naar kunt vertellen. Ook je stem kan wat harder natuurlijk, zodat het beter overkomt. Maar je kan dynamiek ook gebruiken om het wat spannender te maken, zodat ze wat meer gaan luisteren. Want hé, nu komt er iets interessants. Al die dingen kun je gebruiken om contact te maken met je publiek. En natuurlijk vragen stellen. Als jij denkt van nou, is het wel overgekomen? Begrijpen ze het wel? Dan kun je altijd kijken van hé, als ik een vraag stel, komt er dan iets terug? Weten ze wat ik bedoel? Ja, vragen stellen maakt ook dat het interactief wordt en dat mensen denken, ach gelukkig, ik hoef niet alleen te luisteren, ik mag ook meedoen. En dat meedoen maakt dat het een hele mooie wisselwerking wordt. Samen ben je dan bezig met het onderwerp. Je bent niet alleen maar aan het zenden, maar jullie zijn aan het praten en aan het bespreken en aan het uitwisselen. En dat vindt het publiek ook leuk. Zo, en als je nu denkt, goh, dat is interessant. Ja, ik wil er wel meer van weten. Ik wil eigenlijk iets vertellen. Ik heb een verhaal, ik heb een lezing, ik heb een idee over iets wat ik wil doen. Maar in mijn eentje vind ik het een beetje lastig. Nou, mail me dan naar dit e-mailadres info@gebarenrijk.nl. En ik mail jou terug en we kunnen eens kijken wat ik voor jou kan betekenen. Kan ik je misschien helpen met iets? Of kan ik je tips geven? Kan ik je begeleiden met de stappen van het verhaal naar de presentatie? Naar hoe presenteer ik met lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren? Ja, ik hoop dat je daar iets aan hebt. Dat je contact opneemt als je denkt, lijkt me leuk. Daar wil ik iets in doen. Tot ziens!